Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jernan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 15 hier in Brazilië. We gaan dus naar Brazilië. You're going to Brazil! Het legendarische José Carlos Page. Goed verhaal. In de laatste aflevering van het seizoen. Nog alleen Abu Dhabi en dan zit seizoen 1 er alweer op. Heb je die vorige race in de Verenigde Staten gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zul je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneren vooral voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Volg mij gewoon voor wekelijkse Formule 1 content. We hebben wat geld, maar denk ik niet genoeg om wat faciliteiten te upgraden. We moeten wel gaan zorgen voor de regulatieverandering. Daarvoor moeten wij heel veel onderdelen gaan beschermen. Twee onderdelen komen er nog aan. En dan gaan we zo meteen beginnen met de kwalificatie. In de vorige race hadden we wel punten behaald. We werden 8e. Dus super, onze tweede puntenfinish van het seizoen. Geweldig! Beetje teleurstellend, maar goed. De auto is gewoon nog steeds hartstikke slecht. Een department heeft een update. En we moeten gewoon even kijken welke het beste is namelijk. Dan gaan we gewoon de tijd even doorspoelen. Kom wat cash binnen zie ik. Kom wat resource punten binnen. Dat zei ik niet goed. Maar goed, anyway. Ik verwacht er niet zoveel van, terwijl een update helaas is gefaald. Dat is jammer. Maar Brazilië is een snel circuit waar topsnelheid belangrijk is. Die hebben we helaas niet. We verliezen gewoon topsnelheid op het rechte stuk. Dus het is vooral overleven. Maar daar gaan we dan gewoon beginnen voor de kwalificatie voor aflevering nummer 15 van F1 22 My Team Career Mode. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie hier voor de grote prijs van Brazilië. Bewolkt, er is geen regen voorspeld, dus we kunnen gewoon lekker doortrappen. Missen we nog steeds de topsnelheid. Iedereen raast hier ons voorbij namelijk. Dus dat is wat jammer. We moeten hier gewoon het beste van zien te maken. En dan komt het hopelijk wel goed. En dan zijn we aanbeland bij sector 3. Charles Leclerc noteert de snelste tijd neer met een 1.94. En wij komen bij start-finish aan. En het is een 1.11.0 op een P6. Einde van Q1 nadert. We zijn doorverwezen naar een P19. En daar moet hopelijk verandering in komen. Beginnen de tijd wat groenachtig, jazeker. De delta is ongeveer een paar duizendste omhoog gegaan. Dus dat is mooi om te zien. En dan komen we aan bij sector 3, laatste sector hier in Brazilië. Opkomen, heuvel, zometeen naar start-finish. Zijn ongeveer 2/10 sneller dan onze vorige beste tijd. En dat is een P16. Een P16. De uitslag van Q1. Charles Leclerc het snelste. Russell naar P2. Hamilton op P3. En wij staan op een P21. Wel voor Theo Poortje, dus dat is mooi meegenomen. Is het op voor de sprintrace hier in Brazilië. Daar gaan we dan. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Off
the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And the smooth operator, Carlos Sainz, completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Hamilton, Sergio Perez, and Verstappen, Norris, Ricciardo, Fernando Alonso, and Esteban Ocon, Magnussen, Gasly, Yuki Tsunoda, and Albon, Vettel, Stroll, Mick Schumacher, and Guan Yu Zhou, Bottas, Latifi, the Professor, and Teo Pourchaire. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Dan zijn we aanbeland. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Bij de sprintrace, Mark, zijn nog even iets kort. En dan gaan we gewoon beginnen voor de sprintrace. We gaan geen pitstops maken, 12 rondes lang alleen maar vol pushen, maar eerst de formation lap, starten dus op de medium compound. En het is het kijken wat wij kunnen gaan doen. En of er iets te halen valt in deze sprintrace. We moeten gewoon ons best zien te doen. Alle shizzle die Mark zei, die we van hem gewend zijn dit seizoen, heeft hij dus gezegd. En dan komen we aan bij onze startslot. Starten op de ene laatste plek hier in Brazilië. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 15. De sprintrace hier in Brazilië is onderweg en we komen prima weg. Latifi slecht weg, Bottas slecht weg en wij vallen al gelijk die twee rijders aan. Latifi zit aan die binnenkant en daar blokkeert Vettel zijn linkervoorband. We kijken aan de buitenkant van Mick Schumacher. Dat lukt ook, Latifi zit een beetje klem, Vettel zit een beetje opgesloten en daar profiteren wij van. Dat is P18, jazeker. De volgende heet dan Guan Yu Zhou, maar Sebastian Vettel kan terugkomen aan de binnenkant. Hij zit ook aan die binnenkant, laten hem lopen en Vettel is naar P18. Zhou heeft een slechte exit, want Vettel heeft hem te grazen gehad. En dan zitten we in ronde nummer 4 als Guan Yu Zhou een 5 seconden tijdstraf heeft gekregen. Ik weet niet voor wat, maar we zijn inmiddels teruggewezen naar de 21ste plek. Want iedereen haalt ons in op start-finish. Zhou heeft ook een probleem. We vallen hier dan de Chinese coureur aan die binnenkant, jazeker. En dat is P20. ERS heeft het lastig. We hebben niet genoeg capaciteit, zie ik. Dus kan Guan Yu Zhou zometeen ons weer voorbij razen op dat rechterstuk. We hebben tenminste DRS van Mick Schumacher. Maar daar komt Zhou aan de buitenkant. We remmen laat. Dat is nog steeds P20. Poortje rijdt op P22. Hebben maar weinig energy over, zie ik. En Guan Yu Zhou naar de buitenkant is er voorbij. En we kunnen helaas niet terugkomen. Jammer. Dan zitten we in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als Nicolas Latifi een probleem heeft. Want Guan Yu Zhou kan er naartoe rijden. En wij vallen daar de Chinese coureur aan de binnenkant. Het is P20. De volgende heet dan Latifi. Maar die heeft hier een goede exit op het rechte stuk. Ja, dat ziet er allemaal makkelijk uit. Maar dit ziet er ook makkelijk uit. Zhou die ons voorbij raast. En Latifi blokkeert Guan Yu Zhou. En wij kunnen maximaal profiteren van die twee kenbanen. Die daar vechten om die positie. En het is P19. Jazeker. Wat kan Latifi hier nog doen? Kijk naar de buitenkant. Maar lukt net niet. 5 seconden naar Mick Schumacher, zegt Mark Priestley. We zitten in ronde nummer 10 als Guan Yu Zhou het daar aan de buitenkant probeert. We laten hem rollen, laten uitrollen bedoel ik. En de banden haken een klein beetje in elkaar. Dan moeten we helaas deze escape route nemen. En snijden we bocht nummer 2 een beetje af. Zhou naar de buitenkant. En is er voorbij.
kunnen wel laat remmen en dit doen wij helaas iets te agressief. Probeerde Zhou te gebruiken als remblok, alleen dat is mislukt. Rijden dus nu op een P20 met nog 2 rondes te gaan. Maar moeten gewoon binnen die 5 seconden zien te finishen van Guangyu Zhou en dan zitten wij wel goed. En Carlos Sainz pakt de sprintrace. Hij start dus ook op pole position voor de hoofdrace. Charles Leclerc als tweede. Ik denk dat George Russell derde is geworden. Wij finishen hier als een P19. Omdat Zhou een 5 seconden tijdschap heeft gekregen, is het op naar de hoofdrace. Okay, pick up rubber and bring it home. Nou, Carlos Sainz wint dus de sprintrace, pakt dus ook pole position voor de hoofdrace. Charles Leclerc naar de tweede plek, Russell op P3, Hamilton 4, Perez 5, Verstappen 6, Norris 7 en Ricciardo pakt het laatste punt in de sprintrace. The grid is set then, so that just leaves the race itself. Join us tomorrow, where we'll be live with all the action. Until then, goodbye. Jazeker, de grid is dus gezet. Wij starten dus op een P19. Is het op naar de hoofdrace, 36 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Dat betekent hopelijk veel goeds en zo niet hebben we pech gehad. Ik zou zeggen, daar gaan we dan. Welcome to where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And just 1 year later, Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's time then for the Sao Paulo Grand Prix. Interlagos, always a very special race here in Brazil, is a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. It's Carlos Sainz in pole position. Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Perez, Norris, Daniel Ricciardo, and Magnussen. Hamilton, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Gasly, Russell, and Lance Stroll. Verstappen, Mick Schumacher, the Professor, and Albon. They've taken a grid penalty. Joe, Ocon, Fernando Alonso, and Sebastian Vettel. Bottas, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi, Teo Porcher, and Yuki Tsunoda. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Dan zijn we aanbeland bij de hoofdrace. En dan is het ook hier kijken wat het gaat worden. We moeten dus ook net als in de sprintrace overleven op dat rechte stuk. Formation Lab gaat dus beginnen. Starten dus op een P13 omdat heel veel mensen gridstraffen hebben gepakt. Dat was iets te enthousiast op het gras. De banden moeten warm worden, warmer worden. En dan zijn we aanbeland bij de startprocedure. En dan is het wachten op de laatste rijder in zijn gridvak. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 15. De hoofdrace hier in Brazilië. De lampen zijn
uit en we zijn onderweg. En we komen wat matig weg, flink wat wielspin te pakken. En verliezen al gelijk 3-4 posities aan de concurrentie. Vettel snijdt daar enorm naar rechts toe. En wij hebben onze voorvleugel nog steeds intact. Geen schade gereden, dus dat is goed om te zien. Vettel en Zhou hebben het met elkaar aan de stok, zie ik. Zij aan zij op dat rechte stuk. Hier is het dan Zhou die dan voor Vettel is. En wij moeten verdedigen van Alonso. En die is ons gepasseerd. We zitten in ronde nummer 3 als we daar Albon hebben. En die raast ons ook voorbij. En we zijn naar een P15. We zetten een groen in sector 1 neer. Persoonlijke verbetering in de eerste sector. We moeten dus positie zien terug te veroveren van Albon, zegt Mark Priestley. We moeten hier even geduld hebben. En Schumacher is naar Sebastian Vettel toegereden. De man die dit seizoen met pensioen gaat in F1 22. En daar zitten we aan de binnenkant van Albon. Hij laat de ruimte die er is. En het is P14. Jazeker. Goed gedaan. Dus op naar Mick Schumacher voor P13. Dan zitten we in ronde nummer 5 als Alonso ons is gepasseerd. En daar komt Alexander Albon aan de binnenkant. Aan de buitenkant is hij voorbij, maar blokkeert zijn linkervoorband. En Bottas en Guanyu Zhou profiteren gelijk mee. Bij de Alfa's pakken de Williams voor P16. En we zitten in ronde nummer 5. Oh, wel een klein momentje. Een klein momentje daar. En Bottas moet daar eieren voor zijn geld kiezen en houdt daarin. Anders hadden we een touché daar. Moeten de concentratie gewoon zien te behouden in de wedstrijd. En dan zitten we in ronde nummer 9 als daar Guanyu Zhou probeert aan te vallen. Bij ons, voor P17 gaat het. Guanyu Zhou. Zometeen heeft hij DRS hier. Aan de binnenkant is er voorbij. Raken elkaar daar een klein beetje. Wielen haken ook in elkaar. Proberen hier dan laat in te remmen en dat lukt ook. En Zhou moet daar een andere lijn nemen. En wij rijden nog steeds op een P17. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. Die op een P16 rijdt. Zitten we in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Als daar Albon het probeert aan de binnenkant. Jazeker, diep ingeremd. En dat lukt ook. Maar dan is de volgende knik voor ons. Jazeker, en duwen de Britse taai daar een klein beetje wijd. Ik wou niet zeggen een beetje wijd, maar het is een klein beetje wijd. En rijden nog steeds op die P17. In ronde nummer 11 van de wedstrijd. Zhou en Albon knokken om die P18. En dan zitten we in ronde nummer 16. Nog 20 rondes te gaan. En dan ga ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. Albon gaat met ons mee. Dan moet deze pitstop goed gaan. Anders eindigen wij achter Alexander Albon. En dat is een beetje teleurstellend, zou ik zeggen. Jazeker, 2,4 seconden was de pitstop. En we komen ruimschoots voor Albon weer het circuit op. Daar ging iets niet goed. En we komen terug op een P20. Het gat naar Albon is groot geworden, want Zhou heeft hem geundercut. Dat is 3,5 seconden, zie ik, naar Albon. En dan zitten we in ronde nummer 34. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd. We hebben gewoon constant achter Sebastian Vettel aangereden. En krijgen blauwe vlaggen in ronde nummer 35. Dus de leiders gaan nu de laatste raceronde in. Dat betekent dat dit ook voor ons de laatste raceronde is. En wij moeten nu alles geven om te zorgen dat wij Sebastian Vettel kunnen gaan inhalen voor P17. Maar we hebben de topsnelheid niet. Dat is het probleem. Dat is een mega groot probleem. En daar moeten we echt iets aan gaan doen in seizoen 2. Maar eerst nog deze ronde en dan Abu Dhabi. George Russell noteert de snelste raceronde met de 1.11.1 volgens mij. Laat daar Carlos Sainz voorbij. Die domineert al heel het weekend. Wat kan Carlos Sainz? En wat kan Charles Leclerc? Kunnen die Sebastian Vettel nog het leven gaan zuur maken? Wij laten daar Charles Leclerc voorbij. En nu is het gelijk meesluiten. Vettel houdt Leclerc op. Carlos Sainz gaat de wedstrijd winnen hier in Brazilië.
wat kunnen wij nog doen in deze laatste paar meters? Vettel gaat aan de kant. En dat zien wij en wij profiteren mee. Jazeker, maar Vettel zit aan die binnenkant. Raken elkaar daar. Beetje wielbengen en Vettel moet opgeven. Hier, alles opengooien voor het rechte stuk. Maar Vettel heeft die topsnelheid. Heeft DRS. Vettel aan de binnenkant. We proberen hem af te knijpen. Lukt helaas niet. En Vettel piepelt ons helaas in de laatste paar meters van de grote prijs. Jammer maar helaas. Is het P18, is het op naar de laatste race in Abu Dhabi. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I think that smart time management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Nou, hier ben ik dus uit van de hoofdrace. Carlos Sainz pakt hem dus ook. De hoofdrace, Charles Leclerc naar P2, Perez naar P3, pakt George Russell, jazeker. Russell vierde, Norris vijfde, Ricciardo zesde, Hamilton zeven, Magnussen acht. Verstappen negen en Gasly op de laatste plek. Pakt dat laatste punt voor Alfa Tauri. En Perez krijgt dat snelste raceronde, dus een puntje erbij. En wij dus naar P18, Porsche blijft laatste. En Ferrari is dus ook constructeurskampioen, maar dat wisten we al lang. En ja, de rivaliteit breakdown. Plus 2 voor mij, plus 5 voor Norris. Dus ja, dat kunnen we denk ik niet meer goed maken in de laatste aflevering van seizoen 1. Het team acclaim level 14 dus. Het team level 9 mezelf en level 10 dus Theo Porche. Doet hij wel goed? Jazeker. Geld bij de sponsoren dus voltooid. $241,600. Helaas hebben mezelf en Porsche schade gereden. 20k erbij. Het is in totaal $3,39 miljoen op de bank. Dus dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan gewoon voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @Jirlandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Gewoon even volgen. Het zou leuk zijn als je dat zou doen. Dit was Jirland mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Play a sad song for you on the world's smallest violin.